Zo, nou, het leek ons op zich wel weer tijd voor een update. Ik was net bij Larissa thuis en we hadden zoiets van, ja, we hebben al een tijdje niet geüpdate hier op YouTube. En waarom maken we niet gewoon een vlog? Dus bij deze, we zijn er nog. Het was eventjes druk rond de kerstdagen en op een gegeven moment zijn we daarom gestopt met uploaden. Webshop liep ook gewoon helemaal door. Het was echt wel heel erg druk. Want het is gewoon heel druk tijdens de kerstdagen. En toen hebben we heel eventjes een vakantietje ingelast. En nu zijn we er weer. Dus ik hoop dat alles goed met jullie gaat. Dat jullie een lekker nieuwjaar hebben gehad. In ieder geval gelukkig nieuwjaar. Ja, ik neem jullie gewoon weer even mee. En dit is een hele random opening. Ik had gewoon nu zoiets van, ik heb het in mijn hoofd. Ik wil nu even de vlogcamera pakken. Maar het is nu avond. Ik ga straks even sporten met Larissa en dan zie ik jullie morgen weer. Maar ik had zoiets van, nee, ik moet het er nu even meteen uitgooien. We zijn er nog. Alles gaat goed. Kerst was leuk, gezellig. Ik ben eigenlijk gewoon thuis een beetje aan het opruimen. En ben ook bezig met een cursus. En bij die cursus ga je helemaal terug naar het afgelopen jaar. Kijken hoe dat was. En ook gewoon nieuwe doelen stellen voor het komende jaar. Dus dat is echt een zelfontwikkelingscursus. Dus daar ben ik druk mee geweest de afgelopen tijd. Dus ja, hier ligt nog een laptop. Hier liggen nog allemaal dingen die ik op moet ruimen. Hier ook. Ja, het is echt een beetje zo'n typisch begin van het nieuwe jaar, vind ik. Ik vind het ook altijd wel heel erg lekker. Een soort van nieuw begin. Maar goed, ik zie jullie morgen weer. Dan ga ik eventjes wat meer jullie meenemen in de dag. En dan ga ik vanavond gewoon lekker even sporten en chillen. Goedemorgen. Nou, ik ben net wakker. Ik ben weer heel even terug het bed ingekropen, want het is echt zo'n pikkendonker buiten en ik kan het niet aan. Het is vandaag woensdag 8 januari. Gisteren was het dus dinsdag 7 januari. En dinsdag 7 januari was de datum dat onze zus Serena uitgerekend was met... Ja, uitgerekend was. Zeg je dat zo? Dan zou ze zeg maar officieel zou dan de baby geboren moeten worden. Dus we zijn nu een dag later. Larissa en ik die zouden aanwezig... Nee, Larissa en ik waren gevraagd om ook bij de bevalling aanwezig te zijn. Dus we zitten eigenlijk al sinds voor kerst een beetje in spanning. Want dat is een beetje het moment dat het kan gebeuren. Het kan natuurlijk veel eerder gebeuren. Maar nu dus op 8 januari is het nog steeds niet gebeurd. En dat is niet zo gek als ze op 7 januari uitgerekend is. Maar ik heb zo'n vermoeden dat dat elk moment kan gaan gebeuren ofzo. En ik vind het best wel spannend eigenlijk. En ook wel heel erg leuk. Dus wie weet komt het straks nog voor in de vlog. Maar we gaan het niet filmen of iets dergelijks. Ik moet even bijkomen jongens. Ik zie jullie zo. Als je me op Instagram had gezien, nou heb je het al gezien. Maar deze muur hierachter, die heb ik even geverfd. Want ik had hiervoor een soort van behangertje. Die vond ik niet meer chill. Dus ik had zoiets van, nee, dat gaan we doen. Dus volgens mij heb ik dit rond de kerst gedaan of zo. En ik vind het echt zoveel beter. Het is echt een beetje zen. En ik weet dat niet iedereen de video heeft gezien. Maar ik heb ook mijn ogen laten lezen. En voor degenen die de video wel hebben gezien en zich afvragen. Daar gaat het gewoon heel erg goed mee. Dus daar ben ik echt blij om. Nog steeds. Oh ja, mijn vriend is op wintersport. Daarom ligt er nu niemand naast me. Ook geen kussen, want die heeft hij meegenomen. Dus ik slaap met een muffin. Sad. Kijk eens wie we hier hebben. Hij is zo... Hij is zenig. Drinken. George, zou ik wat voor je maken? Hij zit te drinken, ja. Ja, lekker. Maar hij is heel chill. Zin. Hij is zo heel rustig. Nou, ik had vanmorgen de camera aangezet. En toen zei ik als laatste... de baby is een dag te laat. Misschien gebeurt het wel vandaag. En nu zitten we hier. Maar het is echt toevallig, want ik wou eigenlijk vandaag gestript worden. Ja. En toch van en alsof hij dat wist. Hij dacht, oh hell nou. Hé, maar weet je wie we straks gaan ontmoeten? Je kleine broertje. Kom, Mars, ga mee. Is dat je kleine broertje, Marcel? En wie is dat? Ja, zo. Wil je kijken? Dat is baby. Wil je baby pakken? Voorzichtig, hè? Ja. Kijk. Snap er niks van. Dat is je kleine broertje, Marcel. Ja. Dat is je broertje, Marcel. Ja. Bibi,
Heb je nog een naam, John? Is hij prank? Nee, oké, komt wel. Ja! Baby! Hij denkt, hé, die buik is weg. Dat is uit mijn buik, hè? Kopzaadjes. Ja. Maar ze vinden het ook zo'n liefje. Heb wel donkere haartjes, zie je dit? Ja. Heel hard, hè? Ja, inderdaad. Dat is gezellig. Zit ze met z'n tweeën. Nou, vandaag gaat ze bed niet uit al. Kijk uit. Over het mee op. Misschien voelde hij het allemaal aankomen. Holy moly, wat een dag. Ik dacht vanmorgen, ik ga gewoon lekker vloggen. Ik neem jullie mee. En toen ineens escaleerde de boel. Ik heb geen idee hoe ik deze video ook ga editen. Of ik het ervoor zet. Of dat ik het nu gewoon vertel. Maar ik werd gebeld. En hoorde dat Serena wee had. Ik hoorde ook dat ze pijn had. Dus ik ben gewoon meteen in de auto gestapt. Naar haar toe gereden. Want Larissa en ik zouden bij de bevalling aanwezig zijn. En ik moet eerlijk toegeven, ik had net gedoucht. Mijn haar heb ik helemaal niet geborsteld vandaag. Dat is ook gewoon nog nat. Ik had mijn make-up niet gedaan. Maar ik had gewoon het gevoel van ik moet er nu heen rijden. Dus ik ben erheen gereden. Ik kwam bij Serena aan. En toen was het eigenlijk gewoon meteen van we moeten naar het ziekenhuis. Dus toen ben ik in haar auto gestapt. En toen zijn we naar het ziekenhuis gereden. Dus ik ben heel erg blij dat ik over mijn rijangst heen ben gegaan afgelopen jaar. En om maar meteen heel zweverig te klinken. Ik denk dat het universum zei daar. Kom nou eens even over die rijangst heen. Want anders kan jij straks je zwangere zus dus niet het ziekenhuis brengen. Dus dat is allemaal heel erg goed gegaan. En de bevalling is helemaal heel goed en heel vlot gegaan. Dus ik heb nu een tweede neefje erbij. Ik moet even kijken wanneer deze video online komt. Het nieuws is er dan al naar buiten gebracht. Er is verder ook niet gevlogd of gefilmd. We hebben wel kleine stukjes gefilmd natuurlijk. Maar het is niet een tweede bevallingsvideo. Dus het was een heel intiem en heel mooi moment. Waar ik nu niet heel uitgebreid over ga praten. Dus ik ben echt kapot. Het is nu weer 22:30 s'avonds. En ze zat 's ochtends de weeën en ze is 's middags bevallen. En we zijn dus net de hele tijd daar geweest. En hebben geholpen met z'n allen en gegeten en dat soort dingen. Dus bijzondere dag. 8 januari is ook een hele mooie datum. Dus ik, zoals ik al zei, ben afgepeigerd. Ik weet volgens mij beratelijk ook gewoon heel veel. Dus ik denk het gewoon best is dat ik nu even kap met vloggen. Maar ik wilde dit nog wel nu eventjes vertellen. Omdat het nu gewoon vers in mijn geheugen zit. Dus ja... Heel erg leuk allemaal. En heel erg bijzonder. En was een mooie dag. Ik ben weer een beetje bijgekomen. Ik ben al de hele dag eigenlijk een beetje bezig met opruimen. En dit is mijn laptop. Ik ben ook een cursus aan het doen. Ik zei het al eerder in deze vlog. Het is de Unlimited Me cursus van Celina Charlotte. Een hele prijzige cursus trouwens. Maar het gaat helemaal over... jezelf ontwikkelen, een beetje terugblikken en op het afgelopen jaar bijvoorbeeld of de afgelopen periode en hoe je daarna weer verder gaat. En dat vind ik even heel belangrijk om op dit moment te doen. En ik moet zeggen dat ik ook wel echt onder de indruk ben en ik ben echt nog helemaal niet ver. Ik denk dat er iets van 30 lessen in staan. Ik ben nu bij 7. Dus het is iets wat wel even gaat duren. Maar ja, ik vind het wel heel erg leuk om daarmee bezig te zijn. Dus dat ben ik op dit moment... aan het doen. Ja, ik zat nog eventjes net een beetje terug te denken aan gisteren. Ik heb natuurlijk die nog even gevlogd op een moment zelf. En ik heb nu net een Instagram post geplaatst. Want ik zat er nog even over na te denken over de hele bevalling en alles. En hoe en wat. Je hebt altijd even tijd nodig om dingen te verwerken, toch? Wat ik vooral heel erg belangrijk en ook bijzonder vond aan gisteren is dat... Dat we er gewoon voor haar waren. Voor Serena. Dat we haar hebben gesteund. Tuurlijk doet ze alles zelf. Maar ze zei ook op het moment dat het ging beginnen. Toen zei ze ook van ik ben zo blij dat jullie er zijn. Allebei. Ja, we hebben haar hand vastgehouden. We hebben een koud washandje op de hoofd gedaan. Ja, we hebben over haar rug heen gewreven. Haar haren gekroeld. Gewoon eigenlijk door de hele bevalling heen. Hebben we gewoon echt. Ja, eigenlijk nog net niet meegeperst. Zeg maar. Want je ziet gewoon dat zij natuurlijk een wee krijgt en hoe ze erop reageert. En dan zeiden wij ook, we hielpen haar ook wel een beetje met, weet je wel, nu even goed inademen. Nu weer je kind op je borst. Weet je wel, hou vol, je doet het goed, dat soort dingen. En dat is eigenlijk gewoon, denk ik, het allermooiste van deze hele ervaring. En ik heb vooral van tevoren heel veel horrorverhalen gehoord van...
gewoon, ja, ik weet niet, ik wil het niet eens vertellen per se, maar gewoon dat het allemaal, in mijn hoofd werd het ineens een heel eng en groot ding. En ik dacht, wil ik hierbij zijn? Ik weet het niet, lijkt me helemaal niks. Maar nu ik het heb meegemaakt, en ik moet zeggen, het was ook wel echt, denk ik, een droombevalling, want het ging super snel. Maar ja, heb ik toch wel weer nu een beter beeld van het krijgen van een baby, zeg maar. Dat ik nu zoiets denk van ja, het is allemaal niet zo eng. En natuurlijk is het allemaal vet intens en heftig. Maar het is eigenlijk ook juist wel heel erg mooi en super bizar dat dat kon. Ik weet nog dat toen de baby eruit kwam, dan houden ze hem zeg maar omhoog om te laten zien aan Sereen. En dat ik ernaar keek en dat ik echt dacht... Wow, het is echt super weird of zo. Zeg maar, misschien is weird niet het goede woord, maar je ziet het altijd in films dat ze het doen. Maar dan gebeurt het ineens in real life. En ik zat er echt naar te kijken en ik dacht, dat is gewoon een baby. Dat is gewoon een echt mini mensje die nu gewoon uit is gekomen. Dat is echt bizar. Dus ja, anyways. Het zit dus heel erg in mijn hoofd nog. Het is... nog steeds chaos in mijn kop. Dus vandaar dat ik vandaag het eventjes rustig aanpak. En nou, rustig aanpak. Ik ben een hele informatieve workshop dus aan het volgen. En verder opruimen. En daarna probeer ik weer de workflow een beetje op te pakken. Maar het is sowieso januari. Dus het is een wat rustige periode. Dus het is eigenlijk wel ideaal. Ik heb verder mijn hotel slippertjes aan. Deze zitten echt zo lekker warm, hè. Ze zien er echt niet uit, maar ik heb ze een keer meegenomen uit een hotel. Ik vind ze wel chill. Maar ja, ik moet eerlijk toegeven dat ik op dit moment niet heel veel te vertellen heb. Misschien, ik weet eigenlijk niet zeker. Larissa is als het goed is ook aan het vloggen. Mocht zij nog iets gevlogd hebben, dan laat ik dat lekker zien. Misschien is zij andere dingen aan het doen. Nou ja, ik ben in ieder geval heel erg benieuwd wat jullie allemaal vinden, hoor, van deze vlog. Want hij is echt all over the place. Heel persoonlijk. Ja, en ik wil ook weer niet te lang alleen maar gaan praten en niet zoveel laten zien. Dus ik leg nu de vlogcamera weer weg en pak ik hem op zodra ik er zin in heb. Hallo? Staan we aan? Nee, ik zou bijna niet meer weten hoe ik moet vloggen. Zolang is het volgens mij geleden dat ik de vlogcamera heb opgepakt. Maar we're back! Hallo iedereen. Hoe gaat het met jullie? Met mij gaat het... goed, ondanks dat ik er een beetje verfrommeld uitzie. Maar Ta en ik hebben vanmorgen yoga laatst weer gedaan. Dus daar zijn we van terug. En ik moet nog eventjes gaan douchen. En al dat soort dingetjes kan zien. Ziet er een beetje scruffy uit. Wie er trouwens ook scruffy uitziet, maar wel heel erg lief en zacht, is lieve Barbar. Hallo jongens, Barry is er nog. En hij heeft inmiddels heel veel extra bijnamen van me gekregen. Dus zoals ik net al zei, Barbar, Barrylicious, Barman. Ja, wat hebben we nog meer eigenlijk voor jou, hè vriend? Maar met Barrytje gaat het helemaal goed, zoals je kan zien. Ligt heerlijk lekker te tukken, hè vriend? Ja. Oh, je bent zo lief, hè? Oh, je bent zo lief. Ja. Zo. Ik heb mijn haar nog niet gedaan. Ik heb het eventjes in de clip hier. En een middenscheiding, zodat het zometeen hopelijk een beetje goed opdroogt. Make-upje gedaan. Ik heb wel mijn trui aan. Maar met chillbroeken en sloffen. Want ik ben nu nog lekker thuis. Dus dan is dat lekker fijn. En ik ga later vandaag wel met Tara afspreken. Want we gaan vanavond naar het Lichtkunstfestival in Slot Zeist. Ik ben heel erg benieuwd wat we daar gaan zien. Dus dan moet ik wel eventjes mijn broek gaan omwisselen. Maar ik dacht, ik ga eventjes hier voor de camera zitten. Want we hebben laatst een pakketje ontvangen van Lush en hij voelt echt best wel zwaar aan met allemaal fijne goodies. Dus ik dacht, ik ga deze gewoon even met jullie unboxen. Ik weet dat Tara ook op deze unboxing zit te wachten, dus heel stiekem krijgen jullie het nu eerst te zien voordat ik het straks voor Tara ga opnemen. Alrighty. Het ruikt nu al goddelijk en ik heb hem nog niet eens opengemaakt. God, volgens mij zit er zoveel in. Lush Lente en Valentijns collectie, jongens. Dat is leuk. Voor 2020. Beide collecties zijn vanaf 3 januari in alle Lush winkels te verkrijgen. En ook online, dus dat is op dit moment al te verkrijgen. Jij denkt, oh wat ruikt het allemaal lekker. Wat hoor ik voor gefriemel, hè? Oh, die geuren is too much for Bar. Zo, wat ik op dit papiertje lees is dat zij... Normaal krijg je op dit papier een hele lijst met de producten die in je box zitten. Maar wat ze nu hebben gedaan is dat je de Lush Lens app moet downloaden. Dat heb ik net eventjes ondertussen gedaan. En dan zit daar een optie bij. En als ik dan via de Lush Lens op een product... dat ik die zeg maar in beeld breng. Dan zou de app mij moeten laten zien welk
product dat is. En dat is dus geschikt voor alle producten die geen verpakking hebben. Want Lush heeft natuurlijk heel veel verpakkingsloze producten. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik ga het gelijk ook eventjes uittesten met jullie. Vind ik wel heel erg leuk. Allereerst wat ik uitpak is dit hartje met een sleutelgat. Dat is wel echt super cute. En dan ga ik dat nu even proberen. Kijken hoe ik dit met jullie kan vastleggen. Dat is misschien wel leuk. Oh, nou moet ik eigenlijk klikken. Oké, ik doe het heel veel anders, want het werkt anders niet. Het is een badbon, zegt hij in ieder geval. Maar ik zie niet degene die ik moet hebben, jongens. Is no good. Oh, er is hier eentje kapot gegaan. Dit was degene die ik net probeerde te scannen. En hier zie ik dat er eentje kapot is gegaan. Maar dat geeft helemaal niks, want je kan deze stukjes natuurlijk ook gewoon los in je bad gebruiken. Oh, deze ruikt zo lekker. Kijk, zo leuk. En er zaten van die hele schattige hartjes in die er waarschijnlijk dan uit zouden komen in je bad. Wat heerlijk. Ik ga ze eventjes snel allemaal eruit halen. Anders duurt deze video echt 50 uur. En dan laat ik jullie eventjes snel zien wat er allemaal in zit. Zo, ik heb alles eventjes uit de doos gehaald. En het ruikt hier nu echt ontzettend lekker. Allereerst wat ik eruit haal is dit. Het ziet er echt ontzettend leuk uit. Het is de achterkant van een meneer, een mannetje met twee billetjes hier. Dus ik denk dat dit er eentje is om lekker over je lichaam heen te smeren. Dat is helemaal lekker. Dan heb ik hier het volgende product. En die voelt een klein beetje hetzelfde. En hij ziet er ook een beetje hetzelfde uit als het vorige product. Maar het zal vast wel ietsje anders zijn. En ik heb nog even geen idee wat het is. Maar het ziet er wel echt heel erg grappig uit. En ik heb die ook in het groen. Hier zie je hem. Hij heeft een beetje van dat roze erop zitten. Omdat dus een van die badbombs kapot is gegaan. Dus dat roze spul is echt overal op gaan zitten. Dus alles is een beetje roze gepoederd. Zie ik ook deze. Die zagen we net op de app al heel verkort. Dat is er dus een badbomb in de persik emoji volgens mij. Zo ziet het in ieder geval eruit. Super cute. Dan heb ik hier ook nog een unicorn lip scrub. En deze lip scrubs van Lush vind ik echt super lekker. En dan heb ik ook nog drie grote shower gels. Daar ben ik echt ontzettend blij mee. Want ik kan er echt wel eentje gebruiken voor thuis in ieder geval. En de eerste is deze. Dat is Nana. Toevallig heet mijn schoonzus zo. Dus dat is weer heel erg leuk. Oh, bananentractatie voor onder de douche. Volgende is Almond Blossom. Ik denk dat deze ook echt ontzettend lekker is. Ja, zo. Dat is echt gewoon koekjes. Alles in één. En dan heb ik hier Prince Charming. En dit is frisse granaatappel met heemstwortel en vanille. Oh, die ruikt ook echt super lekker. Wat meer kruidig inderdaad. Dus deze is ook echt fantastisch. Nou, heel erg bedankt Lush voor het opsturen van deze fijne goodies. Ik ben heel erg blij hiermee. En ik denk dat Tara ook helemaal enthousiast gaat zijn. Ik heb trouwens nog eventjes de app gebruikt om dat ene gekke gevormde dingetje op te zoeken. En het is dus een Naked Body Lotion. En ik denk dat het dan deze Little Pot of Energy geur is. En de app zegt dat het de Naked Shower Gel is in Dirty Spring Wash. Ik moet zeggen dat deze er anders uitziet als daar. Dus misschien is dit een oud uiterlijk en dat ze het nu nieuw hebben gemaakt. Maar ik durf het eventjes niet te zeggen. Maar het is in ieder geval wel leuk dat ze het zo hebben gedaan. En dat je een beetje eens kan rondkijken van welke producten het allemaal zijn. Nou jongens, we zijn er. Ik zie al kleine stukjes met verlichte deeltjes. Dus ik ben heel erg benieuwd. En volgens mij zijn wij nog nooit in Slot Zeist geweest. Het ziet er wel echt heel erg mooi uit. Ik ben heel benieuwd wat we gaan meemaken vanavond. Kijk dan. Kijk dan, zo leuk. Niet struikelen jongens. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1.
zitten weer op. We zitten eventjes aan de gemberthee in een verwarmde tent. Dat is wel heel erg lekker. Zo, het ligt echt vreselijk. Ik zal even naar achter zitten, dan heb je niet van die donkere kringen onder je oog. Helemaal hier? Oh ja. Wel een onderkin, maar... Nou, we zitten nu weer in de auto. We hebben net het lichtfestival gehad. Een theetje opgedronken. Ja, was gewoon gezellig. Ja, vond ik ook. Prima. Dus nu gaan we onze wegen gaan scheiden. Jij gaat weg. Ja, ik ga weg. En ik ga richting Serena. En de bebbe. Ja. Dus ik hoop dat jullie het weer leuk vonden om ons gezicht te zien hier op YouTube. Dus de eerste video van 2020. Yes. Ik heb het volgens mij in de intro al gezegd, maar anders nog een keer. Happy New Year. En we zien jullie heel graag terug in een volgende video. Toch? Ja. Doei doei. Doei.